Ik vind het wel opvallend dat allemaal oud-speelsters van één team samen naar zo'n wedstrijd gaan. Dat zegt maar wat over hoe hecht die groep kennelijk was. Ja, dat was het ook echt wel. Ik heb nog best wel veel contact met al die meiden. En nou ja, soms, ook al zie je soms elkaar niet heel erg vaak, als je elkaar dan ziet, is het wel echt heel erg leuk. En je hebt altijd wel herinneringen op te halen, ook bij zo'n wedstrijd. Dan heb je het over je eigen wedstrijden, weet je nog, toen en toen. En toen moest zij ook tegen die Russen. En ja, het is gewoon hartstikke leuk. We hadden ook echt een heel erg team. En dat was onze kracht ook wel. Ja, en je zegt het net, herinneringen over die Russen. Je hebt gewoon tegen een paar van die meiden gestaan. Ja, dat was het ook alles. Gestaan. Dat gevoel had ik ook wel. Ja, dat is wel kicken. Dat je dan denkt van, wow. Ja, daar hebben wij tegen gespeeld, tegen die meiden. Niet dat we enigszins kans maakten, maar we hebben er wel gestaan. Dus ja. En dat brengt het ook wel dichtbij. Want stiekem, de topsporter in jou had misschien ook wel gedacht, zo'n toernooi had ik wel mee willen maken. Hoe bedoel je dat? In het nationaal team of zo? Ja. Nou ja, die ambitie had ik vroeger, toen ik 15 was. Maar ik ben natuurlijk heel klein. En al gauw haal je selecties niet. Of ik heb bijvoorbeeld ook nooit bij Steunpunt gezeten, zo heet dat vroeger. Toen was ik al heel klein. En niet dat dat de reden was. Maar op een gegeven moment dan weet je wel een beetje wat je top is. En mijn doel is daarna nooit oranje geweest of zo. Ik heb nu gewoon meegemaakt wat ik heel graag mee wilde maken. En wat ik heb kunnen halen, heb ik gehaald. Dus daar ben ik wel heel trots op. Dus ik heb nu niet zo'n gevoel van, oh, ik zou ook wel bij het nationaal team zitten. Ik weet inmiddels wat er meer is buiten volleybal. En daar ben ik ook heel erg trots op. Ja, terecht. En dat bewijs je ook aan alle kanten. Maar hoe kom je nou hier terecht? Wie begint hiermee dat jullie hierheen gaan? Nou, ik trek de laatste tijd, al jaren trouwens eigenlijk al, met Maris heel erg op. Dat is een hele goede vriendin van mij. En ja, mijn man die heeft onregelmatige diensten, dus dan is het, oh, die heeft avonddienst. Maris, wat heb je te doen? ik ga naar een wedstrijd kijken van, bij het EK in Rotterdam. Oh, nou, dan ga je toch ook mee? Ja, is goed. Dus dan ga ik ook mee. En ik vind het wel leuk, ik hou van volleybal, dus... Een hele spannende wedstrijd meteen. Oh, enorm. Nee, ja... ik had geen idee van het niveau van Bulgarije. Ik wist dat het niveau van Rusland heel erg goed was. Maar zo'n groot verschil in de eerste twee sets had ik niet verwacht. Maar het was wel overweldigend. Maar dat gevoel wat je net omschreef, van dat je een blok probeert te vormen, dat die rotwijven gewoon, ja, zo is het toch of niet? Nou ja, als kleine ukkepuk heb je zoiets van, het is gewoon oneerlijk. Zij zijn zo lang, het is zo makkelijk. En ik zei al voor de grap, we moeten voor die Russen dat net wat hoger hangen. Maar ja, je kan je vrij hulpeloos voelen als je tegen zo'n blok staat aan te huffen, om het maar zo te zeggen. Dan moet je andere dingen gaan oplossen en verzinnen, maar het is lastig hoor, zo'n veel lengte. Nou, dat hadden de Bulgaren stiekem ook niet in huis, hoewel ze het leuk deden natuurlijk, die derde set. Nou, zat er eentje, nummer 16. Dat was de enige die dat potjes kon breken, maar dat was ook maar... sporadisch, veel te weinig. Ze kregen wel een opleving in de laatste set, gelukkig, maar net iets te laat. Dit zegt met wat je ook zegt, hè? Ik weet helemaal geen enkele naam, hoor. Dus schaam je niet. Maar als ik, jij zegt de nummer 16, maar ik moet jou niet vragen hoe de libero van Bulgarije heet. Oh nee, daar ben ik heel slecht in. Ik heb wel iets met gezichten dat ik denk, oh ja, die komen wel bekend voor. Maar als je dan Maris die zegt, dan ja, hey, dat is die nummer 11, die Malik. Dan denk ik, maar wie? Ja, weet ik veel. Ik heb er twee keer tegen gespeeld. Die namen weet ik gewoon niet. Ja. Vind je het wel leuk, zo'n wedstrijd, toch? Ja, heel leuk. Ik kan echt wel heel goed van een hoog niveau genieten. Dat ik denk, oh, en dan als stiekem denk je wel zo van, oh, was ik maar zo lang. En dan ging het allemaal zo makkelijk. Dus ja, ik vind het echt heel erg leuk. Want dit is de eerste wedstrijd van het EK en het is, misschien kan Nederland wel wat leuks gaan doen, maar dit is de eerste wedstrijd Bulgarije-Rusland. Het zit nog niet eens half vol, veel lege tribunes. Al doen die Bulgaren wel leuk mee qua sfeer. Is het wel prima zo qua entourage, vind je? Of is het een beetje teleurstellend? Bedoel je dat vanuit het publiek gezien? Of ja, vanuit, ja, het publiek. Want de organisatie, als ik zie hoeveel dikke camera's, weet ik, dit is allemaal hartstikke gestroomlijnd. Ja, ik denk dat de camera's zijn er ook wel voor het internet, denk ik. Voor de mensen thuis. En ja, het zijn nog poolwedstrijden. Hè. Als het ergens om gaat, dan... denk ik dat het wel wat drukker gaat worden. Want dan gaan ook wel de mensen uit Nederland zelf, die niks met dat land te hebben, gaan waarschijnlijk ook wel kijken. Dan worden de wedstrijden ook wat aantrekkelijker. Ja, dit is nou niet echt een aantrekkelijke wedstrijd geweest, dus ik snap wel dat het daar iets meer in de mensen zitten. Wel respect voor de mensen die er wel zitten overigens, van Bulgarije en Rusland. Dat vind ik dan wel echt heel erg leuk, maar ja. Met name die Bulgaren, want die maken er nog wel een feestje van met die vlaggen en zo'n idioot met een dikke trommel en snor. Ja,
Ja, het was een beetje een Sliedrecht idee, hè? Die trommels. Maar ja, ik denk dat zij ook wel door hadden dat het vrij kansloos was. Dus, Laatste vraag. Wanneer ben je uitgerekend? Aanstaande donderdag. Waarom moet je dat nou vragen? Oh nee! Is ook topsport. Ze zeggen het. Ik ben heel benieuwd. Ik denk het wel. Veel succes. Dankjewel.